We zijn wel Oosterhof, want we hebben begrepen dat fase 2 van de hele grote verbouwing is afgerond. Fase 3 is al gestart en wij gaan gezellig kijken wat er voor moois en nieuws te beleven valt. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Mark, in welke fase zitten we nu in Oosterhof? Ja, we zijn nu begonnen met fase 2 van het project. Fase 1 is afgerond met de opening van de dierenwinkel, de theaterhooistrijdparfumerie en de keurslager. Nu fase 2 afgerond. Afgelopen maandag is de bakkerij opengegaan, de schoenmaker en de kapsalon. Wat een feest voor jullie. Ja, super fijn. Super fijn om ook weer de collega's lekker dichtbij te hebben. De gang is open, is nog niet klaar, maar is wel open. En het krijgt steeds meer vorm. Het winkelcentrum krijgt steeds meer vorm. Daar zijn we heel blij mee. Dus nu de derde fase ingegaan en dat houdt in? Dat houdt in, het dak gaat er letterlijk en figuurlijk af op sommige plekken. Jumbo die gaat nu verbouwen, die gaan we nu aanpakken. Krijgt een compleet nieuw dak, die wil duurzaamheid extra promoten. Daar komen nu zonnepanelen op te liggen. Dakconstructie is niet voldoende, dus we gaan er een nieuw dak op leggen. Vandaar dat de verbouwing iets langer duurt voor Jumbo. De voorbereidingen zijn nu in volle gang, dus fase 3 is begonnen. Waar staan we nu? Want ik ben overal altijd wegwijs. Ja, dit is het oude postagentschap. Een deel hiervan was vroeger de slijterij. En het postagentschap, dus daar waar mensen hun postpakketje konden brengen, maar ook de tijdschriften konden kopen. Dat is nu allemaal verwijderd, allemaal plat. En met het doel om het weer zo snel mogelijk op te bouwen. Oké, en dan gaan wij even een rondje om te kijken wat er allemaal nu open is. Hè? Een deel van de gang is klaar, in ieder geval de opening is nu klaar. Zodat de bakker, de kapsalon en de schoenmaker ook weer goed bereikbaar zijn. Afwerk moet er komen, einde van het jaar. Maar ze zijn weer bereikbaar. Nou, we gaan kijken binnen. Ja. Loop je met ons mee? Ja. Gezellig. Nou, en wat een mooie vloer. Hallo! Nou, ik ben zo benieuwd wat jullie van deze verbouwing vinden. Ja, wij zijn helemaal trots op onze nieuwe winkel natuurlijk. Ik kan me er helemaal voorstellen. Wat is het verschil voor je gevoel? Nou, we zijn nou gewoon echt een moderne bakker. En wij kunnen nou heel trots zijn dat we in dit winkelcentrum mogen zitten met de bakkerij. Ga je dan met nog meer plezier naar je werk? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik vind de vloer heel mooi. Ja. Heb je dat zelf allemaal? We hebben het allemaal zelf uitgekozen. En het is allemaal op elkaar afgestemd. En we hebben ons mooie knallende oranje nieuwe logo waar we heel trots op zijn. Dus dan kun je weer heel wat jaren vooruit. Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Maar we gaan naar de volgende in het gedeelte van de gang. En dat is de kapper. Mooi. Hallo. Vandaag open? We zijn donderdagmiddag geopend. We zouden eigenlijk maandag gisteren openen, maar we zijn donderdag geopend. En werkt dat nou ook lekkerder zo in zo'n nieuwe salon? Ja, het is wel fijn. Het werkt wel veel leuker omdat alles nieuw is en je hebt er weer zin in meteen om hier te werken. En de inrichting, is het ook helemaal jouw smaak? Het is op zich wel mijn smaak. Het wit is wel een beetje besmettelijk, dus dat is wel veel poetsen, maar ik vind het wel heel mooi geworden zeker. En hoe is het als klant om in deze nieuwe ruimte te zitten liggen eigenlijk, hè? Ja, heel fijn. Ik word ook heel, heel lekker behandeld door iedereen hier. Heel fijn. En het ziet er heel mooi uit. En wat vind jij van de verbouwing, van het hele plaatje, zeg maar, van de verbouwing van Oosterhof? Ik vind het een hele goede verandering. Heel modern is het geworden ook. Is dat ook een reden om dan vaker te gaan? Jawel, ja, zeker. Nou, mooi, dankjewel en succes met je nieuwe kapsel. Ja, dankjewel. Mark, waar gaan we heen? We gaan nu naar de schoenmaker, naar schoenmaker Bas. Blij ben je? Ja, ontzettend blij. Moet je kijken, de ruimte, het licht, alles kunnen we mooi kwijt. Voor de podologie hebben we een eigen ruimte nu, wat ook helemaal mooi uitziet. Oh, ja, mogen we eens kijken? Ja, even meelopen. Loop je mee, Piet? Wat mij opvalt is dat de winkeliers waar we nu geweest zijn en het personeel, iedereen loopt met een grote glimlach rond. Ja. Ja, weet je, we zijn zo lang bezig. Ik ben misschien wel een van de jongere ondernemers nog steeds, maar ik zit het langst hier in Oosterhof en in Boksel. Hoe lang zit je nou? 85 zijn mijn ouders hier begonnen en 1989 ben ik hier ingekomen. Dus ik zit hier echt het langste. We zagen net een oude groenteboer. Hè, een, oh ja. Kees de Jong kwam hier binnen. Daarmee heb ik samengewerkt. Met die generatie ben ik hier eigenlijk groot geworden. Ja. En die waren toen al bezig met het winkelcentrum verbouwen. En dat, ja, we praten eigenlijk over heel veel jaar. Ik ga het niet zeggen.
zeggen hoeveel jaar. Maar dat weet iedereen wel een beetje. Oosterhof heeft te lang geduurd. Maar daar zijn we helemaal overheen. We zijn nou blij. Heel mooi. Mooi resultaat. Een mooie winkel. 2 keer zo groot. Nou. Ja, meneer De Jong. Goedemiddag. Nou, eindelijk is het zover. Oosterhof is in de verbouwing. Dat moet voor u toch wel geweldig zijn om te zien. Ik vind het heel mooi om te zien. Dat was ongeveer 30 jaar geleden, denk ik, dat wij al het idee hadden we gaan verbouwen. Ja, want voor de mensen, mochten ze u niet kennen, u bent meneer De Jong van vroeger hier. Ik heb hier de groentewinkel gehad, ja. Dus, en u bent Kees. Ja. Kees De Jong. Ja. En u bent? Het jongere broertje van hem, Joep. Joep. En u had hier vroeger een slagerij in Oosterhof? Ja. En nu is dan zeg maar de verbouwing, de fase 3 gaat in, er zijn al prachtige winkels opgeleverd. Hoe lopen jullie hier nu rond, met welk gevoel? Nou, blij dat er onderhand iets gebeurt. Na 20 jaar. En hoe vindt u het geworden tot nu toe? Nou, wel mooi. Dit stuk is in ieder geval, het is niet af natuurlijk. Want er moet nog van alles gebeuren, maar het gaat de goede kant op. Jullie zijn nu met het dak bezig, of wat? Wij zijn eigenlijk met de maatvoering bezig. Met de maatvoering? Een ander bedrijf doet het dak slopen. Kun jij echt in het kort uitleggen wat maatvoering inhoudt? Want ik kom niet uit de bouw, mijn man wel, maar ik niet. Vooral de kazijnen plaatsen. Dat die op de goede plek staan, de muren op de juiste plek. Dat is heel belangrijk. En hoe lang ben jij hier om deze klus? Tot december ongeveer. Eerlijk gezegd heb ik wel met jullie te doen, want het is niet normaal heet. Hoe is dat? Het is wel warm, maar ja, goed. Je kunt er niks aan doen. Maar hou je het een beetje vol? Op tijd drinken. Ja. Oh. En op tijd naar huis? Nee, niet altijd. Is de planning zo strak dat het echt af moet? Ja, het is hard te halen. Okay. Maar goed, het moet goed komen. Mark, waar neem je ons mee naartoe? Ja, we lopen nu naar de achterkant van het winkelcentrum. Daar zit nog een winkel meer. Pas geopend. Een eetgelegenheid. Oh, dat is wel nieuw hier, hè? Ja, is helemaal nieuw. Nieuw voor Oosterhof. Hele leuke winkel geworden, hele leuke zaak geworden, winkel. Maar in ieder geval een hele leuke eetgelegenheid. Oh, hoe spreek ik het uit? Als ik het goed zeg, Ciosco. Nou, ik kan al raden waar het vandaan komt. Ja, Italië. De kiosk, Italië. Kioskus betekent kiosk. Hoe kwam u erbij om hier in Oosterhof te beginnen? Ja, ik had al lang van de plan dat, omdat die alle restaurants en horeca is allemaal in het centrum. Ik dacht, waarom niet hier in Oost iets te beginnen met restaurant of horeca. En het ziet er werkelijk prachtig uit. Wat mooi. En hier kunnen we terecht voor Italiaans eten? Wij hebben pizza's, pasta's, salade, alles. Hallo. Wat vinden jullie van de verbouwing tot nu toe? Hij mag eerst. Oh, nou moet ik. Ja? Nou, ik vind het buitengewoon netjes. Ik vind het mooi worden. Ruim. De mensen hebben meer ruimte. Ik kan alleen maar zeggen dat er een grote verbetering is. En het maakt de ondernemers blij, een nieuwe start en zo. Ja. Heeft u last van verbouwing tijdens het winkelen? Nee hoor, helemaal niet. Dan loop je eromheen. Dat is helemaal niet zo erg, hè? Vind je wel? Ja, ik zoek wel, laat maar zeggen, als ik nou de schoenmaker zit, hè, die loop ik nou te zoeken, laat maar zeggen. Nou zie ik Bas staan, dus die is daar even. Op die bladen, op die grote vellen die hier hangen, staat precies waar ze zitten. Het is even wennen natuurlijk. En dat is ook zo als je de flessen nog kwijt moet. Hè? Je hebt een gedeelte van de flessen die je gewoon weggooit en de flessen die je terug. Nou, die is ook verhuisd, hè? Dus die zal daar ook wel zitten. En zo loop je het maar. We zijn heel blij met het winkelcentrum. Zo dichtbij bijna alle voorzieningen. Dus wat willen we nog meer? Niks. Nee. Mark, dit is een prachtige muur. Zo, dit is echt gaaf. Wie heeft dit mooie ontwerp? Het is ontworpen door de architect. Die heeft ook vergunning aangevraagd bij de gemeente. En gelukkig was de gemeente bereid om hier akkoord voor te geven. We zijn er heel blij mee. We krijgen heel leuke reacties van de klanten. Ja, het speelt, het leeft, het is mooi. Ja, klopt, helemaal. Ja, weer geweldig. Ja, weer iets anders. Wij sluiten hem hier af. We sluiten af. We gaan de volgende fase 3. Zien we jullie graag weer terug. Nou, heel erg bedankt en succes met het verdere project. Ja, dank jullie wel. Dank je.